gaan helemaal. Die loop ik vandaag, als het in ieder geval goed gaat, met Nathan van Gelder. Hij organiseert evenementen en doet nog veel en veel meer. En vanwege het sombere weer loop ik de Herenstraat vandaag op donkerpaarse schoenen. Ja, jij wel. Ja, jij niet. Nee. Gewoon die, hè? Ja, mag er ook wel zijn. Nee, maar moet je luisteren. Ik zei evenementenorganisator. Herenstraat is ooit bedacht als, zeg maar, 6 of 7 minuten praten samen over een nijpende kwestie. Een heet hangijzer die dan, zeg maar, om en bij Bakkebad opgelost is. Nou lijkt me dat niet zo moeilijk, want in dit geval heb jij de gemeente Groningen... heb jij beticht van inconsequent gedrag. Ja, nou leg ja, eens uit. Allereerst even ingaan op jouw opmerking van we doen een item. Dat is misschien wel verstandig, want anders hebben we de stad rondom nodig om het helemaal door te hebben. Ja, nee, precies. Maar inderdaad, we houden het bij één item. En dat is inderdaad dat ik het beleid van de gemeente soms wel eens inconsequent vind. Je hebt gelijk al een kinderschade op. Blijf je zo, jongens. Hallo. Gelijk al een kinderschade om je heen. Heb je ze in beelden, Henk? Oké. Okay. Ja. Ja, dat hoort bij de Herenstraat natuurlijk. Ja, maar dat is de charme, denk ik, of niet? Denk ik, dat is ook bij de charme. Ja, ik moet trouwens wel even zeggen, voordat jij een verhaal doet. Jij bent natuurlijk eigenlijk bekend geworden door al die festiviteiten die jij organiseert op de schitterende drafbaan. Ja, inderdaad. Drafbaan, dat is een terrein wat ik dus exploiteer. The place to be. Hey, Willem Smink. The place to be. Hey, Willem. Nieuwe bril. Komen die hele straat wel door, maar dat ik bekend van je. Maar ik exploiteer die drafbaan, maar daar ben ik natuurlijk geen eigenaar van. Hè? Dat is dus de gemeente Groningen. Ja, en de gemeente Groningen legt daar 3 ton bij, zegt men. Ja. Nou, dat is een hoop geld. Ja. Maar ze zeggen vervolgens ook van, weet je wat je doet? De drafsport maar van die drafbaan af, dat scheelt dan 3 ton en dan is alles in orde. En dan komt er allemaal weer evenementen voor in de plaats. En dat is weer mooi voor Van Gelder en dat is mooi voor de gemeentekas. Nou ja, prachtig. Nou, ik ben daar niet zo voor, want weet je, ik vind van het kan best zijn en evenementen en drafsport. Precies. Nou, wat zeg je, en dat is ook best heel goed in te passen. Nou, wat schetst mijn verbazing op een gegeven moment. Gaat de gemeente ook evenemententerrein, terwijl eigenlijk de drafbaan aangewezen is als evenemententerrein. The place to be eigenlijk, hè? Het is natuurlijk de Rolling Stones, Tina Turner, je kent het. Precies, het is het evenemententerrein van de stad. Hey, en 3 festivals in 1 weekend, heb jij gedaan? Ja, dat is mijn dingetje. Ja, dat is mijn dingetje. Ja, dat is jouw dingetje, dat heeft natuurlijk met de productie te maken. Nee, dat was Rondje Noord, dat was Dance in the Park en Heroes of Rock. Nou, dat ging hartstikke goed. Ja, dat ging allemaal goed. Maar op die weg moet je doorborduren. Ja, precies. Nou, en dan is het natuurlijk raar als wij dus daar een voortgang aan geven. Want we gaan in mei gaan een heel groot festival opzetten. Dat heet Dance Experience, dat is op 12 mei. Ja, dan moet je niet op 17 mei, op Hemelvaartsdag, natuurlijk op een ander terrein een soortgelijk feest toelaten. Een beetje raar op Hemelvaart, een beetje raar op dag ook. Kijk, precies, de gemeente, en terecht, die heeft natuurlijk, die maakt zich natuurlijk wel druk dat er niet te veel overlast plaatsvindt. He, je moet ervan houden, dancemuziek. En dan vind ik Pinksteren, want dat was eigenlijk de datum die ik eerst in gedachten had, dan vind ik Pinkster niet zo geschikt. Het is een christelijke feestdag. Ja. En dan moet je niet 2 dagen lang boem, 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 boem doen. Want ja, dat is niet goed. Maar dan vind ik op mijn beurt ook dat je als gemeente dan wel consequent moet blijven. Consequent. En dan moet je dus niet een organisatie uit Amsterdam, die je dus even langskomt. Concurrentie even dus voor jou. Nou, concurrentie ben ik wel voor, alleen meten met 2 maten. Daar ben ik dus niet voor. Nou, wat gebeurt er dan? De gemeente die heeft een beleid ten aanzien van geluidsoverlast en dat moet beperkt worden. Wij plegen veel overleg en daar komt beleid uit. Ja, ja, maar goed, dat helpt dan niet meer natuurlijk als je op Hemelvaartdag op een gegeven moment gratis en voor niets een trein beschikbaar stelt. Ciboga niet? Het Ciboga-terrein. In Woonwijk, dat is trouwens Woonwijk. Dan zit je midden in een woonwijk en dat levert geen geld voor de gemeente op. Nou, dan zeg ik op mijn beurt van gemeente, als je dus geld wil verdienen en die drafbaan exploitabel wil maken, dan moet je gewoon zeggen tegen iedereen die maar wil, van u wil een feest organiseren, wees op de drafbaan en dat kost een x bedrag geld en dan hoeft die drafbaan ook niet weg, die drafsport niet weg. Wat monoloog, Henk. Het is trouwens wel zo, dat moet ik er nog één bij vertellen. Jij betaalt natuurlijk een vorstelijk bedrag om die drafbaan te huren, ja. terwijl zo'n concurrent aan, zo'n Ciboga, voor niks krijgt. Nou ja, goed, kijk. Dat is toch raar? Nou, dat is raar. Dus heb jij dus. Kijk, ik blijf natuurlijk trouw aan die drafbaan. Dus ik blijf die bedragen wel betalen. Maar als de gemeente meer mensen, meer organisatoren naar die drafbaan wil hebben, moet je gewoon zeggen van, wil u een evenement organiseren op de drafbaan? Of in de stad Groningen, dan kan het op de drafbaan en dat kost zoveel geld. En dat geld moet je gebruiken om het exploitatietekort terug te dringen, zodat die drafsport niet weg hoeft. Precies. Maar als je zegt drafsport weg,
en evenementenorganisatoren gratis naar de Ciboga, ja, dan wat hou je dan over? Ja, ik heb er eigenlijk nooit aan getwijfeld dat de drafbaan niet zou blijven. Raad is dat. Ik heb zoiets van, Groningen zonder de drafsport bestaat gewoon niet. Nee, nou ja, dat vind ik ook. Alleen uit historisch besef moet je dat gewoon niet doen. Ja. Maar ik begrijp de gemeente wel dat zij wat willen doen aan dat exploitatietekort. Ten aanzien van het terrein. Nou, dat is heel makkelijk oplosbaar. Iedereen die in Groningen iets wil organiseren, welkom, van harte zelfs, maar dan wel op de drafbaan. En het kost inderdaad huur van het terrein. Nou, en dan is dat exploitatietekort, te doen. Zag je helemaal niets? Jawel, dat zag ik wel vanuit ooghoek. Maar ik kom op tv, dus ik moet er voorzichtig mee zijn. Als ik thuis boeien, begrijp je wat ik bedoel? Nee, maar in ieder geval, nee, maar kijk, het is natuurlijk wel zo dat jij op een bepaald moment, beticht jij de gemeente van inconsequent gedrag jegens die organisaties. Jegens hun eigen beleid. Nee, maar, ja, jegens hun beleid, maar het gaat dus over die organisaties. Maar met wie heb je dan te maken? Heb je het al voorgelegd? Heb je al partijen gesproken die het met je eens zijn? Nou ja, goed, kijk, er zijn diensten binnen de gemeente die hebben een taakstelling. Ja. En de taakstelling van bijvoorbeeld WSR is van, zorg dat die drafbaan winstgevend wordt, of in ieder geval kietspeel, dat je in ieder geval tekort terugdraait. Maar dat lukt zo'n gemeentelijke dienst niet. Als een andere gemeentelijke dienst gewoon weer terrein gratis beschikbaar stelt, ja, dan houdt het op. Ja, en wie gaat er uiteindelijk over? Dat is de hoogste baas, dat is natuurlijk de wethouder. Nou, en de wethouder. Met de wethouder heb je mee te maken? Nou, er zijn er een paar. Kijk, je hebt natuurlijk met financiën te maken. Dus Karin. Met Karin. Ja, maar die stopt. Ja, nou ja, goed, die let op de centjes. Dus ik zou Karin adviseren van, zorg nou dat je gewoon de evenement naar de drafbaan krijgt. En dat ze daar percentjes voor betalen als huur, dat doe ik namelijk ook. En dan is het tekort terug en is iedereen blij. En nog meer wethouders? Je hebt te maken met van de PvdA, hoe heet die? Koen? Ja, nee. Frank de Vries. Frank de Vries. Frank. Ja, die gaat weg op muziek en sport. Nou ja, goed, dan zou ik zeggen van Frank, doe je best. Of niet? Mooi is dat, hè? Die organisatie van evenementen. Het is toch, je moet er wel een heel speciaal iemand voor zijn. Maar je moet zoveel regelen. Als je iets organiseert, dan is het toch heel bijzonder. Nou ja, goed. Kijk, ik ben er ook wel trots op. Hè. Wij doen natuurlijk de Nacht van Oranje, Bommenberenfestival. Ja. We zijn bij tal van evenementen zijn wij betrokken. Ik geloof een stuk of, we doen 56 evenementen in het seizoen. Hans Brokken. Nou, en dan blijven er 10 hele grote producties van over die wij in de stad doen. Die gewoon echt heel groot zijn. Ja. Ja, en ervaring is natuurlijk ook wat. Hè. Ik ben nu 52 en ik ben ooit begonnen toen ik 18, 19, 20 was. Als ik het nou nog niet kan, dan kan ik het natuurlijk nooit. We hebben het al over wethouders gehad, Karin Dekker. Natuurlijk is binnenkort de gast in Heerenstraat helemaal. Is vastgelegd op beeld. We hebben het gehad over Frank de Vries. We kwamen net trouwens heen, dat zag je misschien. We hebben in beeld gehad. Willem Smink was daar, hè? Dat is dus eigenlijk de voorganger van Frank de Vries. Ja. Hey, nog even één ding. Hè. Ja. Als jij nou iets organiseert en het lukt niet, wat dan? Het lijkt me zo verschrikkelijk. Dat is onmogelijk. Is dat onmogelijk? Het lukt altijd. Ja, het lukt werkelijk altijd. Echt waar? Ja, het lukt altijd. Je wordt er wel grijs van. Ongelooflijk. Maar dat komt omdat het er wel eens uitziet dat het niet gaat lukken. Die vrouw wil in beeld. Die kan er. Nee, niet veel mee. Ja, het lukt. Het is wel eens zo dat het erop lijkt dat het niet lukt. Hè. Ja. Zie je bijvoorbeeld de WK-schermen. Ja. Hè, maar er komen dan weer EK-schermen. Maar daar ben ik ook mee bezig geweest. Weet je nog? Ja, mooi. Maar ik heb ze nu zover dat we wel mee mogen doen voor de EK-schermen. Dus het lukt allemaal wel. Alleen. Ja, het heeft nog wat voeten in de aarde en daar word je grijs van op den duur. Begrijp je? Nou, de Van Gelder moet kiezen op de drafbaan in het Stadspark. Het is wel toevallig de mooiste drafbaan van Nederland met afstand. Jij moet kiezen uit nog één keer wederom het concert met de Rolling Stones of een concert met Coldplay. Nou, ik weet welke kans je op wil, vriend. Ja. Maar ik wil er bijna een datum bij roepen, maar ik hou me nog even in. Oh ja? Ja, ik weet, ja precies. Maar wat? Coldplay. Coldplay! Oké, Nathan. Ja, oké, tot ziens.